Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby, kom nou. Ernst, ik heb zo lekker gedoucht, joh. Met een paraplu? Ja, want de handdoeken waren op en anders was ik de hele dag nat gebleven. Bobby de Boing. Welke Boing? Bobby de Boing van politie, bericht dan van je rugzak. Waarom zeg je dat dan niet ernst? Zeg ik toch. Hier is Monika Drukproef met de politieberichten. Er is een bende valsmunters bezig. Iedereen moet goed opletten dat als je geld terugkrijgt in de winkel, je wel even goed kijkt of het echt is. Wauw, valsmunters. Gaaf, Ernst. Wat zijn het eigenlijk, valsmunters? Valsmunters, dat zijn boeven die vals geld maken. Weet jij wat vals geld is? Natuurlijk, Ernst. Want dat hebben we met Sinterklaas. Dat zijn die chocolademunten met... zullen wij de politie dan helpen om die boeven te vangen? Nee, yes. Vandaag niet. Vandaag gaan wij zelf geld verdienen. Wij gaan namelijk ramen lappen. En dan verdienen we dan echt geld, Ernst, of chocoladegeld? Kom. Bobby, hoeveel geld hebben we nou al verdiend? Even kijken hoor. 30 gulden, Ernst. Hey, maar die mensen hier, daarbinnen, die hebben nog veel meer. Ernst, moet je eens naar binnen kijken. Kom eens. Bobby, dat is niet beleefd om bij mensen naar binnen te kijken. Oké, dan zeg ik wel niet dat ze geld aan het drukken zijn. Wat? Ik zeg niks. Geld aan het drukken zijn? Laat mij eens kijken. Ernst, dat is niet beleefd om te gaan kijken. Bobby, dit moet de politie weten. Ach, Ernst, als het alleen maar niet zo beleefd is, dan hoeft de politie dat toch niet te weten. Bobby, dit zijn die valsmunters, dit zijn die boeven. Kom! Hey, Robbie en Bernst. Het is Ernst en Bobby. Men spreekt hun hoofdcommissaris niet tegen. Wat is er aan de hand? Nou, Ernst zei dat het niet beleefd was om naar binnen te kijken en toen ging hij zelf naar binnen kijken. Bobby, en... daar gaat het niet om. Ja, daar gaat het wel om. Daar gaat het niet om, maar ze hebben de valsmunters, we hebben de valsmunters plat komen. Als jullie alleen maar zijn gekomen om hier ruzie te maken, dan hoepel je maar weer op. Hoofdcommissaris, we hebben de valsmunters gevonden. En waar zijn die valsmunters dan? Dat zeg ik niet, want dat is niet beleefd. En nou heb ik er genoeg van. Steek jij je tong uit? Ja, dat ding dat moet ook weer eens een luchtje scheppen. Zeg, wegwezen, ophoeperen. Ik heb wel wat beters te doen. Dat ging lekker, zeg. Tjonge, jonge, jonge. En zolang de politie niks doet, Bobby, blijven die valsmunters gewoon doorgaan met vals geld drukken. Ernst, stel je nou eens voor dat je net zoveel geld kon drukken als je zelf zou willen, hé. Zo. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik heb het je verteld, het is allemaal geld. Ik koop een auto voor mijn oma met een open dak. Ze reist ermee naar Spanje en ik doe ze vol gebak. Voor mijn vrienden koop ik chocola met bakken tegelijk. Ze krijgen wat ze willen, want ik ben tenslotte rijk. Bakken met geld, ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Geld, geld, bakken met geld. Ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik heb het je verteld, het is allemaal geld. Ik
En ik bouw een stal met goud en al, wat zal dat prachtig staan. Geld, geld, bakken met geld, ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bekneld in mijn eigen geld. Geld, geld, bakken met geld, ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik heb het je verteld, het is allemaal geld. Maar bedenk je goed, is niet alles, niet alles is te koop, al klinkt dat raar. En een vriendelijke lach, en een zomerse dag, of een goed humeur, Bobby, dat is onbetaalbaar. Geloof dat nou maar van me, echt. Geld, geld, bakken met geld, ik ben nog lang niet uitgeteld. Ik zit gewoon bij dan spreek ik het op een camera, Ernst. Het is een camera. Waarom zeg je dan dat het een plan is, terwijl je weet dat het een camera is? Bobby, de hoofdcommissaris gelooft ons niet. Dus wij gaan bewijzen dat die valsmunters hier zitten. In die camera? Nee, soepkip, in dit huis. En daar ga ik een foto van maken en dan hebben we het bewijs. Goed plan, Ernst. Had van mij kunnen zijn. Ja. Wat een klap, zeg. Ernst, laat mij maar eventjes. Hij staat erop, Ernst. Ja, oké. Okay. Ernst, Bobby en de rest. Wat is er nu weer? Hoofdcommissaris, we hebben het bewijs. Ja. Bewijs waarvan? Van de valsmunters. Kijk, hier, op de foto. Een dicht gordijn, een bewijs? Dat is belediging van een ambtenaar in functie. Ik kan jullie laten opsluiten en dan... Ja, maar hoofdcommissaris... Deze keer is het echt waar. U moet ons geloven. Precies, we hebben het zelf gezien. Ze waren vals geld aan het maken. Ja. Benst en Robin, ik zal een inval doen. Maar als het niet waar is wat jullie zeggen, dan zwaait er wat. Ik weet dat er zwaait. Het zwaailicht. Oei, 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 oei. Ik ga tellen. En met drie aan stormen naar binnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Geen sprake van. Nee, we zijn er echt klaar voor. Jullie blijven achter ons. Dit is veel te gevaarlijk voor jullie. Daar gaan we. Oké. Okay. 1, 2, 3. Hop, 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 Jullie zijn er gloeiend bij! Stelletje boeven, valse valsmunters! En waar is die machine dan om vals geld te drukken? Oké, okay, met kaartspelen heb ik wel eens vals gespeeld, maar vals geld, daar weet ik niets van. Nou, die machine stond hier! Ik had nooit naar jullie moeten luisteren. En een uilskuiken. Ja, inderdaad, je bent een uilskuiken. Wat? Nee, wacht eens even, wacht eens even. Bobby, hebben deze mannen betaald voor het wassen van de ramen? Ja, juist hartstikke veel, Ernst. Hier, 30 gulden! Hij is helemaal doorgelopen. Hij is helemaal doorgelopen. Dit is vals geld. Mannen, arresteer deze boeven. Ja, ja, kom maar, ja, zie je wel. De boeven. Ja. Zie je wel. En zo zie je maar weer dat ik door mijn jarenlange ervaring en intensief scheurwerk ook deze zaak tot een goed einde heb gebracht. Zeker weten, ja.
Nou, oké. Okay. Dag, hoofdcommissaris. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Hij staat wel. Dag allemaal. Ernst, hij zakken tientjes. Ja. Hij zakken tientjes.